Hallo, prettige week voor iedereen van jullie. Ik ben gewoon Geens en ik maak hier zeven filmpjes met dan een liedje erachter. Alzo hier de zever. Zever. Goh, het is zo. Het is soms zever, soms is het echt. Het is vaak echt. Het is gewoon ik dat praat over. Geen idee. Ik kom hier zitten en dan verzin ik dingen. Zoals nu. Als ik zo niet direct op iets kom, dan blijf ik zeuren over iets dat ik ga zeggen. Zo, of soms serieuze dingen. Want vorige week had ik zo even een diepje. En dat komt als je zo op internet zit en je leest iets dat je denkt... Hé, wat? Over mensen dat dan zo... Bijvoorbeeld tegen de maatregelen zijn. Maar echt tegen. Dat je denkt... Ja, maar dan staat het toch niet in de realiteit of zo. Daar kan ik soms niet zo mezelf in opjagen. Hè, maar ik word daar zo wat tristig van als ik dat zie. Want ja, je kunt gewoon de wetenschap volgen en dan... Ja, is het allemaal logisch, hè? Van, zoals afgelopen weekend. Als er een massa volk is, gaat daar niet bij staan. Dat lijkt mij zo'n beetje logisch, hè, allemaal. We zitten er nu al bijna een jaar in. Ik heb nog niet echt direct vooruitzichten om de Origins opnieuw open te doen. Ik veronderstel dat voor volgend jaar gaat zijn zelfs. We zullen zien. Maar zoiets, dat maakt me dan even zo wat tristig. Ik heb dat dan opgelost, hè. Allee, ik heb het internet toegedaan. Je kunt dat dichtklappen, hè, uiteindelijk. Ik heb opgeruimd. Ik heb gestofzuigd. Ik heb de badkamer proper gemaakt. Ik heb afgestoft. Zo van die dingen. Ik ben buiten gaan zitten. Ik heb een boek gelezen. Zo van die dingen. En ik had dat getweet ook. Misschien hebben sommigen van jullie dat gezien. Maar het is belangrijk voor daar ook stil bij te staan. Dat niet altijd gezever is. Soms zijn het serieuze dingen, zoals dit. En het is vooral... Het is belangrijk hoe dat je weet om daaruit te geraken. Hoe dat je daaruit kunt geraken. Dat is een betere zin. Alleszins, voor sommige mensen is dat opruimen. En als het gewoon toch zoiets is, natuurlijk. Hè. Praten met mensen helpt ook wel vaak. Of toch, voor in mijn geval helpt dat. In mijn geval is dat zelfs iemand anders helpen met iets. Daar kan ik geweldig rustig van worden. En blij van worden. Dat ook. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen dingen, maar het is belangrijk dat we daar wat bij stilstaan, dat bij sommige mensen nogal diep kan zitten, want het duurt nogal lang allemaal. En we moeten er zijn voor elkaar, hè? Want kun je je afvragen, we moeten er allemaal samen door, maar we zijn niet allemaal aan hetzelfde touw aan het trekken soms. Sommige mensen hebben weinig touw om aan te trekken. Anderen zijn gewoon niet aan het trekken. Je kunt er van alle dingen over zeggen. Het enige wat ik eigenlijk wou zeggen met deze allemaal is... Het is niet gemakkelijk. Voor sommige mensen. Voor andere mensen hebben we er niet echt last van of zo. Kijk een keer rond naar de mensen in uw buurt die mogelijk last kunnen hebben daarvan of zo. En bel die een keer. Als je zelf daar voelt van... ik heb even zo'n diepje. Stuur die iets. En ik zal mijn best doen om terug te sturen. Behalve als ik in de douche sta of zo. Dan is het moeilijk om het terug te sturen. Maar of als ik aan het slapen ben. Ik ga er niet van wakker worden. Omdat mijn gsm op stil staat, bedoel ik dan. Hè. Niet van, ik ga niet wakker liggen van... Nee, ik ga niet wakker liggen van omdat mijn gsm op stil staat. Maar laat iets weten. Bel naar mij, bel naar vrienden, bel naar... Om het even sturen, als je dat liever hebt.
Stuur mij een mailtje, stuur mij via Twitter, via Facebook, via dingen. Ik kijk het normaal gezien allemaal vlot na. Dus voilà, dat is zo'n beetje het serieuze gedeelte. En dan nu de reclame. Nee, maar ja, je snapt wat ik wil zeggen, toch? Hè? Ik heb speciaal mijn Free Hug t-shirt aangedaan. Voor jullie. Omdat ik een virtuele knuffel wil geven aan iedereen die het moeilijk heeft. Gewoon zo. Maar dan is er effectief nog een deeltje reclame in deze clip. Namelijk, ik heb vorige week ook de cocktail workshops, cocktail tastings en cocktail catering opengezet. Om te kunnen reserveren voor juni. Dat is binnen een paar maanden. Dan gaat het mooi weer zijn. Mochten de maatregelen al wat losser zijn en zou dat lukken, dan kun je dus nu al informatie vragen en zo in verband met wat cocktail workshops en zo. Ik ben ook aan het denken voor die online te voorzien. Dat kan leuk zijn. Het is natuurlijk leuker in persoon, want dan kom ik het bij u uitleggen. Weliswaar zonder gitaar, want shaken en gitaar spelen is zeer moeilijk. En dan moet ik nog masteren. ja, zo van die dingen. De bottled cocktails krijg ik ook redelijk wat vragen over. De bottled cocktails zelf, voorlopig mogen die dus nog niet gemaakt worden. Maar van zodra dat mag, dan beginnen we daar gewoon terug mee. Want dat is een leuk dingetje. En vooral lekker, hè. Voor iedereen dat het al geproefd heeft. Je moet altijd een review schrijven op de pagina van Origins. Ik vind dat zeer leuk. Allee, toch, niet gewoon een review schrijven, maar een review schrijven als je het leuk vond en lekker en al die dingen. Voilà. Ah ja, voor de catering. Ik ga binnenkort mijn barmeubel, dat ik dan mee op verplaatsing kan nemen, ga ik zelf maken. Vind je het leuk om dat te volgen? Of denk je dan zoiets van, oei, een makerkanaal met de geens, dat vinden we niet leuk. Laat iets weten, want ik kan dat allemaal opnemen op zich, denk ik. Ik heb daar alles voor liggen. Ja. Het wordt zo'n meubel met nog een backbar erachter. Zoiets modulair, gespiegeld, met hout en vijzen. En een kantenfrees. Zo van die dingen. Dus ja, laat iets weten of dat je dat neig vindt. En dan is er nu enkel nog de volgende sectie in deze clip. Namelijk het liedje. Het liedje is van Fastball en die hadden één hit. Toch naar wat ik zo wat heb gehoord. Precies één hit. The Way. Dat is een mooi verhaal. Maar de rest van die nummers passen er niet zo bij. Dus ik vind het wat bizar. Ik had dat, was dat vorig jaar of twee jaar geleden of zo, had ik dat liedje gevonden. En ik dacht van, allee jong. En ik had dat dus nog niet gehoord, denk ik. Dus ja, misschien was dat een hit ergens anders en niet hier. Ik weet niet juist in welke lijst ik die gevonden heb, maar ja, geniet ervan. Made up their minds and they started packing. They left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without ever knowing? They drank up the wine and they got to talking.
now had more important things to say. When the car broke down, they started walking. Where were they going without even knowing the way? Anyone can see the road that they walk on is paved with gold. It's always summer, they never get cold. They never get hungry, they never get old and gray. You can see their shadows wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happier there today. Their children woke up and they couldn't find them. They left before the sun came up that day. Just drove off and left it all behind them. But where were they going without even knowing the way? Anyone can see the road that they walk on is paved with gold. It's always summer, they never get cold. They never get hungry, they never get old and gray. See their shadows wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happier there today. Can see the road that they walk on is paved with gold. It's always summer, they never get cold. They'll never get hungry, they never get old and gray. You can see their shadows wandering off somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They wanted the highway, they're happier there today. Prettige, veilige week. Geniet van de zon. En laat hieronder weten. Hè? Joe. Okay.